Als je zin hebt in deze video, geef me dan zeker eventjes een duimpje omhoog onder de video. Abonneer je op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt en je wilt geen enkele video meer missen. Ik zie nog steeds in de statistieken dat heel veel van jullie nog niet geabonneerd zijn. En dat is super jammer, want het is gratis en zo mis je niks meer. En je kunt me volgen op Instagram, daar post ik regelmatig korte ASMR video's en blooper video's en andere dingen. Dus als je dat leuk vindt, dan kun je dat ook eventjes doen. En dan gaan we nu lekker beginnen met de video. Als eerste ga ik beginnen met mijn ogen. Dat doe ik heel vaak, omdat ik anders bang ben dat hier alle oogschaduw gaat zitten. Ik heb nog niet... Ik had deze dus zelf erbij gekocht voor deze look. Dit is de eyeshadow brush met zo'n kwastje. Dit is trouwens de nagellak die ik pas bij de Action heb gekocht van Max Factor. Ik vind hem zo mooi. Het is echt een hele mooie kleur. Oh ja, dat is gewoon een stevig kwastje. Die ga ik testen. Als eerste, ja joh, ik weet niet wat ik moet doen. Dit zijn de kleuren uit het Epic Sunset palet. En ik ga eerst even, wacht. Het gaat alweer helemaal mis hier. Want ik wil eigenlijk het andere kwastje gaan gebruiken. De blending brush. Deze wil ik eigenlijk als eerste gaan gebruiken. De blending brush. Ja, die voelt een stuk zachter. En dan begin ik met deze matte kleur in mijn arcadeboog. Ik kijk gewoon weer in het in het scherm. Spiegel staan en ik heb natuurlijk ook het grote spiegeltje wat hier in het palet zit. Dus ik gebruik gewoon een beetje van alles.
is echt een hele mooie, hoe noemen ze dat, een transitiekleur toch? Ik kijk heel vaak van die beauty video's, vind ik leuk. Ik vind het altijd zo ontspannend om te zien hoe die meiden zich allemaal opmaken en hoe mooi ze dat allemaal doen. Dat is volgens mij wel mooi.
Het is heel vervelend, maar ik kom er net achter dat mijn iPad is gestopt met filmen. Volgens mij hebben jullie niet veel gemist. Ik heb volgens mij alleen nog mijn mascara gedaan. Met deze mascara die ik heel erg mooi vind. Ik denk dat je het ook wel kan zien, want de look ziet er gelijk heel anders uit met een beetje mascara. Ik weet niet wat het is.
beetje lacht. Dat kan je precies zien. Van je wangen zijn. Gaan jullie dit jaar een kerstlook maken? Of doe je gewoon lekker makkelijk? Ik denk dat ik gewoon lekker makkelijk doe. Ik moet sowieso één kerstdag werken. Kerstdag ben ik vrij en ik geloof niet dat ik echt plannen heb. Ik denk dat ik gewoon thuis lekker ga gourmetten of zo. Zo lekker kneuterig gezellig. Of misschien bij mijn ouders of zo. Ik weet niet. Ik ben wel weer lekker aan het smeren, maar ik denk dat ik toch maar ga ophouden. Doe ik weer te veel. Ja, leuk. Het geeft mijn gezicht gelijk weer wat meer kleur. En dan nu ga ik door naar de highlighter. Deze heb ik net al laten zien. Die had ik in de hoekjes van mijn ogen gedaan. En daar gebruik ik ook even een Real Techniques kwastje voor. Deze is best wel subtiel, niet erg overdreven of zo. Ik ben gelijk even aan het kijken of die nog aan het opnemen is, maar ja, hij doet het gewoon. Ja, mooi. Beetje zo doen ze dan altijd, hè? Zoals je de kleur van mijn nagels kunt zien, hou ik erg van dit soort tintjes. Kijk eens even wat een mooie kleur. Prachtig. Ik ga hem even testen. Oh, mijn buik gaat zo tekeer. Ik denk dat ik in deze video best wel veel moet knippen. Maar ik heb net gegeten en ik weet ook niet waar het aan ligt hoor. Misschien ben ik nou aan het verteren of zo. Ik ga deze lipstick testen. Wow, wat mooi. Ja, dit is wel een kleur die ik echt met kerst op zou doen. Prachtig. En je ziet ook wel dat het een velvet mat is. Oh, dit vind ik echt heel mooi. Echt helemaal mijn ding. Super mooi. Ik ga mijn haar los doen, want ik ben volgens mij wel aardig uitgemake-upt. Zoals je ziet, ik hou het altijd gewoon lekker simpel. Soms doe ik wel concealer en foundation en zo, maar ik denk dat dit gewoon meer bij de realiteit in de buurt komt met hoe ik het met kerst zou doen. Dus dat vind ik gewoon leuk om te laten zien. Ik zal nog even kijken voor mijn... Oh. Daar doe ik nooit zoveel aan. Oké. Nou, dit was de video. Ik ben echt heel...
je ervan vindt en of je zelf dus ook een make-up